Welkom Bakhelden. Vandaag staat het in het teken van Valentijn. En we gaan dus fondantroosjes maken. Dat doe ik met modelleerfondant. Dat zorgt ervoor dat het eventjes net wat makkelijker te verwerken is. Je kan bepaalde stukjes super dun krijgen. Voor mooie details. Nou, dat is perfect voor roosjes. Een rolfondant, dat is wat stugger. Is voor taarten. Dat het wat minder snel uit elkaar valt. En de modelleer is voor het wat verfijnderen. Je pakt gewoon een stukje. Kneed hem even goed door. Daarna rol je hem gewoon rustig tot een pilletje. En snijd er een klein bolletje van af. Probeer ervoor te zorgen dat je steeds even groot bolletje pakt. Dat zorgt ervoor dat de blaadjes gelijk zijn. Waardoor het roosje ook gelijkmatig wordt. Nou, heb je een bolletje. Leg je tussen of twee plastic papiertjes of twee bakpapiertjes zoals nu. En die druk je plat. Nou, dan wordt het al ovaal. Maar wat we doen is hem hier voorin helemaal plat drukken. Zodat eigenlijk het buitenste stukje van het roosje flinterdun wordt. En daardoor krijg je echt een mooie bladvorming. Dus hier in het midden, of hier aan mijn kant, is het een stuk dikker dan hier. Zo drukken we hem ook aan het einde steeds platter. En dan kijk je eventjes. En nog ietsjes dunner. Dan ga je er gewoon rustig mee verder. Nou, nee, hier een mooi blad. Dat doe je bij een stuk of 9. Ligt eraan hoe groot je het bloemetje zelf wil maken of het roosje. Dan begin je gewoon rustig met het eerste blad door te rollen. Zo krijg je de kern van een roosje. En daar ga je gewoon eigenlijk omheen bouwen. Dus je hebt nog een blad. Die leg je iets hoger. Dan blijf je gewoon heel rustig doorrollen. Zorg ervoor dat er niet al te veel poedersuiker op zit. Je moet nog wel een beetje plakken. Poedersuiker gebruik je als de fondant eigenlijk net iets te plakkerig is. Als je hem op een bank weglegt, dan blijft hij niet aan de bank plakken, zeg maar. Maar het moet niet te veel zijn, want anders blijft je roosje weer niet. Blijft de blaadjes in elkaar plakken. Nou, dan blijf je steeds gewoon rustig. Een stukje over het andere blad leg je er neer. En dan begin je hem steeds hier zo in de kern te kneden. Blaadjes kan je nog een beetje vormen, een beetje naar buiten leggen. Dat het een iets meer blad effect krijgt. En dan ga je hem rustig naar binnen kneden. Want dat onderste stukje, dat kneed je er uiteindelijk, of snij je er uiteindelijk af. Zo, nog eentje. Neem je tijd. Zo. Dan krijg je een mooi roosje. Snijden we hem hier aan de onderkant af. Prachtig. Roosje. Om dit nou net eventjes een stapje verder te maken, pakken we de rode poeder erbij. Dit is van Rainbow Dust. En daar gaan we gewoon met een kwastje heel rustig de randjes mee eigenlijk bepoederen. Waardoor het een heel mooi, eigenlijk extra wauw effect krijgt. Je krijgt nu zo een mooi rood, wit-rood roosje. Veel natuurlijker wordt het zo. En natuurlijk rood is perfect voor Valentijn. Zo krijg je een geweldig, mooi, rood roosje. Succes!